Hallo, hoe heet je? Nick. Mogen je haren niet nat worden omdat je een cap op hebt? Ze mogen best nat worden, alleen dit is zodat de scheidsrechter kan zien welk nummer je hebt. Bij voetbal heb je 2 helften en een rust. Hoe zit dat bij waterpolo? Je hebt 4 kwartjes en die duren 5 minuten. En hoeveel spelers zitten er in een team? Dat verschilt hoe oud je bent. Als je onder de 11 jaar speelt, dan zitten er 5 spelers in. En onder de 13 en erboven, dat zijn 7. Mag je ook gewisseld worden? Ja, en je mag zo vaak gewisseld worden als je maar wil. Wat zijn de belangrijkste spelregels? Je mag de bal niet onder water drukken. Je mag iemand niet zomaar onder water trekken, tenzij die de bal heeft. Je mag de bal niet met 2 handen vasthouden. Dan. En als je een te zware overtreding maakt, dan word je eruit gestuurd. Wat doen jullie op de training? We zwemmen veel en pasen veel over. En aan het eind gaan we dan nog een keer schieten op doel. En wat is de naam van jullie club? De Woelwaters. Vandaag benen borstkral aan de overkant. Ja, rustig been onder water. En dan rustig borstkral met de band. Bal is voor je. Hoofdzij naar voren. Ja, dus niet zo blijven zwemmen, maar gewoon aanhalen, naar de bal kijken. Aanhalen, over de bal kijken. Wat Zuna? Ik ben Richard van der Velde. Wat is uw taak bij de vereniging? Ik ben een van de trainers die met name met de jeugd bezig is. En waar trainen jullie dan vooral op? Ja, we trainen op conditie, op zwemtechniek. En het spelletje waterpolo, dat is meer technisch. En waarom trainen jullie daar dan vooral? Nou, waterpolo is een hele zware teamsport, wat redelijk technisch is. Dus je moet goed kunnen zwemmen, je moet goed met een bal kunnen omgaan en je moet samen kunnen spelen. Nou, dat proberen we bij training aan te leren. Bestaat er ook betaald waterpolo, net als betaald voetbal? Dat vind ik wel een hele goede vraag eigenlijk. Ik denk dat in Nederland de topspelers misschien wel een vergoeding krijgen. Maar volgens mij hebben we niet zoiets als een betaalde competitie, net zoals met voetballen. Klopt het dat waterpolo een hele gemene sport is? Ja, dat valt heel erg mee. Waterpolo is een hele zware contactsport. Maar water heeft ook een hele grote weerstand. Dus als je goed tegen elkaar aan ligt, ja, je krijgt wel eens een duw en een dreun. Maar verhoudingsgewijs met voetballen zijn er veel minder blessures. Is er een speciale waterpolobal en wat is daar dan zo speciaal aan? Meestal als een bal in het water ligt en hij wordt nat, dan wordt hij ook erg glad. Waterpoloballen kun je ook in het water gewoon goed vastpakken. Omdat je dan door die speciale coatinglaag wordt die bal niet glad. En waarom zou iedereen op waterpolo moeten gaan? Het is allereerst een hele gezonde sport. Je traint eigenlijk alles. Je traint je longen, je traint je conditie, je traint je spieren. Nou, bedankt voor dit interview. Ja.